Ik open deze oriënterende ronde. En goed gebruik is om gewoon bij agenda punt 1 te beginnen. Gaan we nu ook doen. Er zijn geen mededelingen van onze kant. Zijn er mededelingen vanuit de raad? Geen mededelingen. Dan zijn we meteen bij agenda punt 2. En dat is het vaststellen van de agenda. Zijn er mensen die wijzigingen hebben op de agenda? Geen wijzigingen. Dan is die bij deze vastgesteld. Agenda punt 3 is het spreekrecht. Er hebben zich geen mensen voor gemeld vanavond. Ook nu zie ik geen mensen hun hand opsteken. Dan hebben we die ook gehad. Dan zijn we bij agenda punt 4. En dat is aanpassing, verordening, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Van der Grampel. Mevrouw Kloekhorst. Ik geef het woord aan mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft slechts één vraag met betrekking tot artikel 19. Is een combinatie van een gemeentelijke maatwerkvoorziening naast een WLZ-indicatie mogelijk? Wij horen signalen van zorgmedewerkers dat er in enkele schrijnende gevallen sprake is van verminderde inzet van zorg bij mensen die overgaan naar de WLZ of de zorgverzekeringswet. Dit leidt tot allerlei problemen zoals minder dagbesteding, overbelasting van mantelzorgers of gewoonweg minder uren zorg die beschikbaar zijn. De verordening biedt mogelijkheden voor het college om in te grijpen en te beslissen tot opschorten, maar kan het college bijvoorbeeld ook beslissen tot overbruggen met een tijdelijke maatwerkvoorziening of PGB naast een WLZ-indicatie. Dank u wel. Meneer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. De achtergrond voor deze wijziging is helemaal duidelijk, gelegen in jurisprudentie, technische wijzigingen. Toch even slechts één vraag van ons aan de portefeuillehouder. In de verordening is bij het onderdeel maatschappelijke ondersteuning in artikel 13 aangegeven dat het college al dan niet steekproefsgewijs het gebruik van maatwerkvoorzieningen en PGB's periodiek onderzoekt. Dit vanwege de beoordeling van de kwaliteit en recht en doelmatigheid. Ik mis eigenlijk een soortgelijke bepaling in het jeugdhulponderdeel. Dus de vraag is van, kan dat daar ook in van toepassing zijn of is daar al anders in voorzien? Dank u. Dank u wel. Ik geef het woord aan de portefeuillehouder. Voorzitter, dank u wel. Op de vraag van de Partij van de Arbeid stel ik voor dat we dat even opnemen in het verslag, want anders wordt het een klein beetje gokken. En dat doen we liever niet. Dus dat nemen we mee in het verslag. En voor wat betreft de vraag van de ChristenUnie, dat wat we aan onderzoek kunnen doen in het kader zeg maar, van de WMO, dat kan dus ook bij de jeugdzorg op vergelijkbare wijze. Nou, dan vraag ik me even af, want er zijn twee onderdelen, aparte bepalingen voor de maatschappelijke ondersteuning, aparte bepalingen voor de jeugdhulp. Er is daar een voorliggend deel, dat is algemeen. Dus als u zegt van het is zowel voor maatschappelijke ondersteuning als jeugdhulp, zou ik adviseren zet het dan in het algemene gedeelte, want dan is het duidelijk dat het voor beide onderdelen geldt. Ik ga dat doorgeven naar mijn collega Jansen. Kan u daarmee leven, meneer Van der Grampel? Ik neem aan dat er nog wel een reactie komt van de portefeuillehouder. In een later stadium, heel goed. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dit gaat rap, dus dat is mooi. Niet? Kan het als hamerstuk of bespreekstuk naar de vergadering van volgende week? Nou ja, er komt dus nog een reactie van de portefeuillehouder. Dan denk ik wat gebruikelijk is, even als bespreekstuk, tenzij de beantwoording afdoende is, dan kan het hamerstuk worden voor ons. Akkoord? Ja, prima. Dan zijn wij bij agenda punt 5 gekomen. Dat is de beheersverordening correctieve herziening meerstal 2, beheersverordening Klooster Haar. Wie wil daarover het woord voeren? Niemand. Dat betekent dat het een hamerstuk wordt voor de raadsvergadering van volgende week. Agenda punt 6. Aankooppand Rabobank Spindeplein Hardenberg. Wie wil daarover het woord voeren? Meneer Stelpstra. Meneer Bak. En meneer Rodemond. Ik begin bij meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. We hebben dit
plan doorgenomen. En eerlijk gezegd leveren er toch wel wat vragen rondom dit idee. Om maar te beginnen met het beginsel dat de gemeente nu gaat optreden als eigenaar van een pand. Dat hebben we vaker meegemaakt. En dat is wisselend ontvangen, ook bij onszelf overigens. Ik bedoel natuurlijk op de Kastanjehof daarin. Waarbij toch wel wat vragen reizen van hoe gaan we hiermee om. Ik begrijp dat dit een tijdelijke oplossing is. Maar dat brengt mij tevens op een ander punt. En dat is het financiële eindplaatje, zeg maar. Wat ik wat mager onderbouwd vind, eerlijk gezegd. Want wat doen we na de looptijd van dit plan? Een echt feitelijke invulling van het gebied als dit plan is afgelopen zien wij niet. En in ieder geval niet zo concreet dat we ons gerust voelen van nou ja, dit moeten we dan maar gaan doen. Daarbij is ook nog een vraagstuk rondom het onderhoud van het pand. Wie gaat dat doen, wie gaat dat betalen en hoeveel gaat dat ons kosten? Wat dat betreft is een afkorting als PM wat dat betreft vrij onvoldoende wat dat betreft. En tot slot wilde ik graag een reactie op het onttrekken eigenlijk van functies uit het centrum. Ik snap dat dit functies zijn die eigenlijk al voornemens waren om uit het centrum te gaan. Omdat daar de kosten te hoog zouden zijn. Maar dit zijn juist functies en ik bedoel dan op de activiteiten van de Waaldenborggroep. Die het centrum juist zo aantrekkelijk maken. Die gaan nu uit het centrum. En dat vind ik eigenlijk wat zorgelijke ontwikkeling. Kunnen we daar niet anders mee omgaan. Voorlopig wilde ik het daar voorzitter, mag ik misschien even heer Rodemond erop wijzen dat hij misschien citeert uit stukken waarvan het niet de bedoeling is dat eruit geciteerd wordt? Dank u voor deze vingerwijzing. Excuses daar dan voor. Gedane zaken nemen geen keer, maar dank u wel meneer Dogger. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie kan instemmen met de kredietaanvraag voor de aankoop van het oude Rabo-kantoor. Wel zijn wij waakzaam voor het verkrijgen van vastgoed en deze weer doorverhuren. Met de discussie rondom het Kastanjehof in het achterhoofd kan dit geen verbazing opleveren. Wij dringen er dan ook op aan bij het college om aan de slag te gaan met de gebiedsontwikkeling van het Spinderplein. En zijn benieuwd aan welke termijn het college denkt te komen met plannen hieromtrent. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Het zou voor u geen verrassing zijn dat het voor ons als VVD, dat wij geen voorstander zijn van het verkrijgen van eigendommen door de gemeente. Collega raadsleden hebben daar net ook al even op gewezen. Echter, als er een algemeen maatschappelijk belang is, we kunnen ons heel goed voorstellen dat we daar een uitzondering op maken. De transformatieopgave die hier ligt zou daar een goede aanleiding voor kunnen zijn. Maar met de heer Rodemond hebben wij wel wat vragen over de financiële onderbouwing. En zouden we graag een duidelijke financiële onderbouwing krijgen. En we zouden graag weten hoe het dan nu daadwerkelijk zit met de inrichting van het pand. Een andere vraag is, het gaat over de zorgvuldigheid van hoe loop je nu een proces en welke partijen gebruik je daar nu bij en welke partijen stem je af. En we hebben wel een vraag waarom de adviesgroep Centrum, de groep van Jan Mulder en Henk Schoenmaker, waarom die niet betrokken zijn in dit traject. In ieder geval niet in de besluitvormende fase. En we hebben van hen in ieder geval begrepen dat dat niet het geval is geweest. En het lijkt me toch wat slordig dat dit niet gebeurd is, omdat je een partij als deze toch graag aangehaakt wilt hebben. Anders dan voelen mensen zich niet serieus genomen. Dus daar graag even een reactie op of dat daadwerkelijk het geval is. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder. Voorzitter, dank u wel. De aankoop van zo'n pand, dat is altijd wat een traject. Wat doe je nu wel, zeg ik maar heel eerlijk, in de openbaarheid en wat niet. Ja. En zoals wij, en we doen dit niet voor het eerst, we hebben ervoor gekozen, zoals zo vaak, dat we dat in vertrouwen delen met de fractievoorzitters. En in dat vertrouwelijke overleg is er ook een vrij uitgebreid financieel overzicht van het reilen en zeilen van dit pand, hoe wij dit zien, is er toen getoond.
Ja, en laten we ook gewoon heel eerlijk zijn, om toekomstige ontwikkelingen niet in de wielen te rijden, dan wel om je positie niet al bij voorbaat weg te geven, kiezen wij er dan altijd voor dat we niet alle ins en outs op financieel gebied in een raadstuk zetten. Ja? Maar als degene, als iemand erg geïnteresseerd is in die getallen, dan kunnen die vertrouwelijk worden ingezien, dan wel worden toegestuurd. Maar goed, het is gedeeld met de fractievoorzitter. Ja, en dat doe je altijd in het traject. Ergens een keer en zegt, nou, we staan nu op het punt dat we zo'n beetje uit zijn. Dit is ons verhaal. Hoe zit u in de wedstrijd? Kunnen we verder of kunnen we niet verder? Zo hebben we dat in deze ook gedaan. Dus ik snap dat wat vragen oproept als je zegt van, nou, met deze getallen eronder is dat misschien wel wat weinig om daar een uitspraak over te doen. Maar het is wel bediscussieerd en het is ook getoond aan de fractievoorzitters. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Het gaat ons ook niet zozeer om de exacte gedetailleerde onderbouwing, maar we hebben wel een beetje een richting nodig om op basis daarvan tot besluitvorming te kunnen komen. En dus dat is voor ons voldoende. En een belangrijk onderdeel daarbij is natuurlijk of er een huurder is of dat er geen huurder is. Ja. Nou, ik kan er heel kort over zijn. Als blijkt dat de gebiedsontwikkeling, de Spinde, niet op gang komt en wij dit pand als een solo pand hebben, en wij gaan er dan alleen met dit pand een ontwikkeling maken, wat niet onze bedoeling is, dan lopen we tegen een klein tekort aan. Ja, dat is een gecalculeerd tekort. En ja, hoe de tijden zich ontwikkelen, dat weten we niet. Maar dan zit daar toch een tekort op van, nou, in ieder geval iets met 5 nullen, een ton of zo, in die orde van grootte. Als je hem in een groter gebied beschouwt, zeg maar het Spindegebied, wat ieder wel kent, de laagbouwwinkels, neem de Rabobank mee, plus het deel waar het landbouwmonument staat, is dat niet een gebied waarvan je zegt, nou, daar gaan we nu op binnenlopen. Dat ziet iedereen, denk ik wel. Ja, je kunt er ook in dat gebied kun je niet heel veel hoogte kwijt. Wil je niet de mulderij die daarachter ligt volledig verstoppen. Dus het is een gebied, die doe je vanuit kwalitatieve kant. Hè? Vanuit kwaliteitskenmerken voor het gebied om die daar te verbeteren. En niet vanuit financieel gewin. Dus ook in een groter geheel is dit niet een gebied waar je zegt, van, nou, daar lopen we nu even op binnen. Ja, dat laten we dat ook helder hebben. Maar de risico's in deze, die hebben we proberen te beperken. Als je ziet waarvoor we het aankopen, een lichte verbouwing gaan doen en er ligt een mondeling overeenkomst. Ja, die heb ik pas geleden nog weer gecheckt. Blijft van kracht. Dan kunnen we, als we hem 5 jaar verhuren, kunnen we de boekwaarde omlaag brengen. Ja, we moeten er wel iets in investeren om pand geschikt te maken voor de huurder. Ja, maar uiteindelijk als je hem 5 jaar verhuurt, dan kun je sowieso je onderhoud kun je eruit betalen, je kapitaallast betaal je eruit. En dan blijft er jaarlijks een behoorlijk bedrag over om de boekwaarde omlaag te brengen. Om zo het pand, mocht die ontwikkeling komen over 3, 4, 5 jaar, om dan het pand tegen een lagere waarde in te kunnen brengen. Dat is de filosofie achter dit verhaal. En voor de precieze getallen zou ik willen verwijzen naar Bel. En wij kunnen zorgen dat je de overzicht, zoals wij dat ingeschat hebben, kun je dan wat dat betreft inzien of vertrouwelijk op de mail krijgen. Een vergelijking met de Kastanjehof in deze vind ik wel wat ver gaan. Met de Kastanjehof hebben we gewoon een heel andere bedoeling. Ja? Met de Kastanjehof hebben we aangehouden, maar goed, ik vertel niks nieuws om starters daar mogelijkheden te geven om met een eigen bedrijf te beginnen. Nou, binnenkort zal ik u ook een verhaal doen toekomen, dat wordt na de kerst, waarin wij aangeven hoe we met het pand om willen gaan qua onderhoud. Hoe de huurders daar zelf nog iets in willen doen om de omgeving van het pand nog iets willen verfraaien. Ja, maar dat is toch wel een iets andere insteek. De onderhoud van dit pand zit gewoon in de exploitatie, de huurinkomsten die we krijgen. En aan de voorkant hebben we gekeken van, zit er veel asbest in. Nou, in het stuk staat het ook, er zit relatief weinig asbest in. En dat kan voor de huur in deze situatie kan dat gewoon blijven zitten. Als je straks gaat slopen, moet je een klein deeltje asbest moet je verwijderen. En met de kennis van u en wat het onderzoek heeft opgeleverd, is dat niet heel erg veel. Spindepleinplan. Nou, zijn er gesprekken in de buurt, maar het voert nu veel te ver om te zeggen, dan en dan komen we daarmee voor de draad. We zijn in gesprek met de omgeving, ja, met de eigenaren van de panden. Ja, en hoe dat zich verder ontwikkelt, ja, dat is nu te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik verwacht nog wel dat we ik hoop eigenlijk nog voor de verkiezingen daar wel met iets richting gegevens te komen, met intentie, overeenkomsten of wat ook maar.
Ja. In zo'n fase zitten we ter voorbereiding erop. Ja. Nee, ik was even benieuwd of dat niet een grof maatschappelijke schatting maar is. Of ja, ik probeer dat nog te doen, maar daarvoor hebben we allerlei partijen voor nodig. En de gesprekken die we voeren op dit moment, die zijn gewoon aftastend, zonder dat dat allerlei verplichtingen met zich meebrengt. Even kijken. Ja, het proces heb ik geschetst. Het is altijd een lastige. Wanneer kom je ermee naar buiten en wat breng je dan naar buiten? Kijk, als het een enkelvoudig is, als het alleen de Rabobank was die op zichzelf stond, zonder dat we het in totale gebied zouden, betrekken, dan had ik voor mij alle getallen mogen hebben. Was er niks geheims aan. Maar nu, omdat het onderdeel uit gaat maken, zeer waarschijnlijk van een grotere ontwikkeling, zou ik toch liever op dat punt de kaarten voor de borst houden, wat betreft de publiciteit. Ja, dan centrummanagement. Dat misschien niet iedereen erbij betrokken is geweest, maar ik ben zelf heb ik informatie gedeeld met iemand die in het centrummanagement actief is. Natuurlijk hebben we ze niet gedeeld van wat de aankoopbedragen zijn. Maar ik weet ook dat een van mijn medewerkers daar met iemand, het bestuur van het centrummanagement, de informatie heeft gedeeld. En dat dan niet iedereen het daar weet, ja, daar ga ik niet over. Maar er is gewoon over gesproken waar we mee bezig zijn. Ja, we hebben ook aangegeven wat onze bedoeling daar is om winkelmeters weg te halen in het spindengebied uiteindelijk. En een goede, goede loop vanuit de parkeergarage, want dat maakt er onderdeel van uit. Een zijingang in de parkeergarage. En een hele mooie logische loop richting de Fortuinstraat met in de plint van de eventuele nieuwbouw. Misschien nog 1 of 2 of 3 winkeltjes om die loop ook aantrekkelijk te maken. Maar hoe dat er precies gaat uitzien, dat weten we allemaal nog niet. Maar wel, het netto resultaat moet zijn behoorlijke afname van de winkel vierkante meters. En dat is ook wat u heeft vastgesteld in de detail aan de structuurvisie. Meneer Bak. Ja, misschien moet ik mijn vraag wat verduidelijken, voorzitter, over de centrumadviesgroep. Mijn vraag is niet zozeer opgespitst of u een individu van de groep gesproken heeft, maar veel meer is van zijn zij betrokken geweest en is hen ook om een advies gevraagd. Hè? Want volgens mij hebben zij ook die functie en zou zij ook een bijdrage kunnen leveren in die route en zou zij u daar ook in kunnen ondersteunen. En volgens mij is dat juist de reden waarom zij zijn aangesteld. En daar gaat mijn vraag eigenlijk meer over dan of er weliswaar een contact her en der is geweest. Dan is er een advies gevraagd. Er is niet in die zin om advies vragen, want dat is nu veel te vroeg nog in deze fase. Ja, straks als je aan het ontwerpen slaat en bezig gaat met marktpartijen om daar een nieuwe ontwikkeling te maken, dan is het heel goed dat dit een plek krijgt op de, en in de agenda's van het centrummanagement. Maar in deze fase is dat veel te vroeg. Hoe meer mensen je erbij betrekt, ja, hoe moeilijker je nog tot iets komt. Dus in de fase waarin wij gezeten hebben, ja, voor de aankoop, ja, moet je er zo min mogelijk mensen bij betrekken. Want anders dan kom je niet makkelijk tot iets. Op het moment dat we nu bezig zijn met de spinden, dat doen we eerst met de spindenmensen. Ja, om te kijken van kunnen we daar samen uitkomen. En dan op enig moment heb je, als daar intenties liggen, dan ontstaat daar een project waarbij het centrummanagement gewoon zijn rol krijgt, heeft. Ja? En goed, je zou het anders kunnen doen, maar we hebben deze keuze gemaakt. Maar dat is ook wel vanuit ervaring, vanuit de afdeling, vanuit ervaring van de mensen die mij bijstaan, maar ook uit mijn eigen ervaring. Daar kunnen de meningen over verschillen. Ja, dat mag ook. Volgens mij, voorzitter. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet. Gaat dit stuk als bestreekstuk of als hamerstuk naar de raadsvergadering? Hamerstuk. Hamerstuk, ja. Meneer Rodenmond? Ik heb de voorkeur voor een bespreekstuk. Gaat het als bespreekstuk? Dan zijn wij aangekomen bij punt 7 van de agenda. Vaststelling bestemmingsplan Hardenberg Centrum, voormalig zwembadlocatie. Wie kan ik daarover het woord geven? Meneer Odink? Meneer Mulder? Ik begin bij meneer Mulder. Oh, meneer Breukelman ook. Ik begin bij meneer Mulder. Dank u wel, voorzitter. Vanuit de PvdA-fractie hebben we met name ook de aandacht op de zienswijzes in relatie tot de hoogte van bouwen. En ook de zorgen van de omwonenden van de hoogte van 12 tot 27 meter. En natuurlijk is dat een range waar binnen gebouwd zou kunnen worden met het bestemmingsplan. Maar hoeverre hebben de bewoners...
excuus. Dus verder hebben de bewoners de duidelijkheid. En wanneer kunnen ze wat meer duidelijkheid krijgen over de hoogtes, omdat het best wel gezichtsbepalend is. Dank u wel, meneer Breukelman. Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens mij zijn de hoogtes gewoon in het plan zelf. Maar goed, laat ik aan het college over. Een plan dat inderdaad ook in overeenkomst is met de plannen die reeds zijn vastgesteld hier. 2005 geloof ik, een hele tijd geleden. Het masterplan plus, zeg maar, dat daar toen ontstaan is. Dus ik richt mij ook even op de zienswijze wat dat betreft. 7 stuks die eigenlijk allemaal gaan over hoogte en over zichtlijnen. Daar komt het eigenlijk heel kort samengevat op neer. De beantwoording daarop die wordt ook gegeven vanuit die masterplannen. En de enige vraag die ik daar nu eigenlijk even bij heb, is dat u geeft in de antwoorden op de zienswijze op een gegeven moment aan van, nou ja, mochten mensen het gevoel hebben dat ze in hun woongenot worden aangetast, dan bestaat daar de planschadeprocedure. Voor zover ik weet, op het moment dat u dat als antwoord geeft, houdt u daar ook de rekening mee in het raadsvoorstel onder het kopje risico en financiën. Dat doet u nu niet. En daarbij had ik verwacht dat u ook, zeg maar, in de antwoord op de zienswijze zou zeggen dat vanwege de mogelijkheden in het huidige bestemmingsplan u geen aanleiding ziet tot die planschade. Nou, misschien zou dat even kunnen toelichten. Daar laat ik het bij. Dank u wel. Meneer Odink. Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad voor wat betreft het aantal zienswijzen en de beantwoording ervan niet zoveel vragen. Mijn vragen zitten meer eigenlijk in het proces. Dus er wordt op een gegeven moment gesproken over risico in het raadsvoorstel. Er wordt gesproken over communicatie. En daarin wordt gezegd van oké, er is op voorhand contact gezocht. Er is een inloopavond geweest. Ik zie in het raadsvoorstel dat er nog wat, en ook in de zienswijze, dat er nog wat onduidelijkheid is geweest over ontwerp, voorontwerp, conceptplan. Het gaat met name even om het proces van communicatie. Hoe zijn de omwonenden eigenlijk betrokken geweest? En zijn ze dan ook daadwerkelijk geprobeerd om ze mee te nemen, of is het met name gekeken van hoe kan ik, zeg maar, aan de minimale eisen voldoen die, zeg maar, de wet voorschrijft als het gaat om, zeg maar, communicatie. Want er zijn op dit plan toch nog een achttal zienswijzen. Natuurlijk zit daar een rode draad in, maar de aantallen zienswijzen en het communicatieproces, daar ben ik even in geïnteresseerd. En wellicht kan de wethouder mij daar over geruststellen, dan wel een toelichting geven. Dank u wel. Het woord is aan de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter. Ja, wanneer komt er duidelijkheid over de bouwhoogte nou? In het bestemmingsplan staat wat de maximale bouwhoogte is. En bij de bouwaanvraag ontstaat er duidelijkheid over wat initiatiefnemers daar willen gaan realiseren. Maar het maximale is 27 meter. En de kans is gewoon aanwezig dat het tot 27 meter hoog gebouwd wordt. Net als andere gebouwen die in die omgeving staan, die kennen ook die hoogte. Dus die duidelijkheid is er pas bij de bouwaanvraag. Als je het hebt over planschade, ik heb zo even scherp af dat ook, waarom dat niet in de risico, bij de risico's benoemd is, zullen we dat even in het verslag opnemen? Ja, het komt wel even in het verslag. Maar het is niet zo dat we nu al kunnen zeggen van er zit geen enkel risico voor planschade. Mensen doen een aanvraag en het wordt beoordeeld door een onafhankelijk bureau. Dus ik denk dat het een omissie is. Het komt dan komt het in het verslag wel even terug. De ChristenUnie vraagt met name van hoe is nou de communicatie verlopen. Nou, we hebben inloopbijeenkomsten gehad, dat doen we altijd. Voordat een plan ter inzage ligt, in ieder geval als het een redelijk groot plan is, dan proberen we ook op te halen. Of mensen goede suggesties hebben, proberen we ook op te halen van waar zit nu de pijn. En wat je ziet is, de pijn zit bij de hoogte. Ja? Dat vinden mensen nogal bezwaarlijk. De doorzichten, maar goed, dit zijn allemaal bepalingen. Stedenbouwkundige opzet is al jaren geleden gemaakt. En daar kun je ook heel moeilijk van afwijken. En als je die radialen die je hebt bepaald om vanuit de binnenstad de zichtlijnen op de Vecht. Nou zie je de Vecht niet, maar dat heeft niks te maken met de radialen of wat ik nog met die gebouwen. Maar dat heeft te maken met die deken die ervoor ligt. Ja, dat moet je ook even tegen elkaar zeggen. Maar er zijn radialen benoemd van, ik geloof 19 meter breed of zo. Ja, in die orde van grootte.
Maar dat is een stedenbouwkundig ontwerp wat al jaren geleden gekozen is. Ja, daar zagen we het met name op zitten en op de hoogte. Nou, we hebben daar hebben we natuurlijk ook bij het voorontwerp zienswijzers over gekregen, hebben op gereageerd. Er zijn nog gesprekken geweest met individuele burgers. Ik weet dat medewerkers van mij bij mensen op bezoek zijn geweest om het verhaal nog eens te vertellen, nog eens een keer weer aan te horen van waar zit het hem nu in. Maar op een gegeven moment ben je uitgesproken. Ja, op een gegeven moment heb je aan de ene kant een wens en aan de andere kant heb je ja, een masterplan plus wat je met z'n allen hebt gemaakt. En je hebt een bepaalde trits ingezet van hoe stedenbouwkundig die kant van Hardenberg eruit zou kunnen zien. Daar is een akkoord op verkregen. Ja, en ja, dan is de bewegingsruimte is niet zo gek groot. Ja, en dan kunnen we tegen elkaar zeggen, ja, er is niet goed gecommuniceerd, maar we hebben een inloopbijeenkomst gehad met heel veel mensen. We hebben individuele bezoeken afgelegd. We hebben zienswijzers hebben we met elkaar besproken. Ja, dan blijft er ook niet zo gek veel meer over. Ja, in zo'n traject. Of je moet met z'n allen besluiten, datgene wat we ooit hebben benoemd als stedenbouwkundige opzet, dat gooien we van tafel. Ja, dan krijg je een heel andere uitgangssituatie. Maar dat is nooit de bedoeling geweest wat mij betreft. En er is ook... En dat is dan wel jammer, dat zie je hier dan niet. Er zijn ook heel veel positieve reacties op die inloopbijeenkomsten geweest. En vragen van wanneer ga je beginnen? En dat heeft dan, ik snap dat wel, dat heeft met mensen te maken die daar graag willen gaan wonen. Ja? Maar goed, dat is nog een keer zo in het systeem wat wij hanteren. Mensen die een zienswijze hebben omdat ze iets liever niet willen, ja, dat wordt dan breed uitgemeten. Maar ik heb niet het idee dat we hier te weinig of onvoldoende of incorrect gecommuniceerd zouden hebben. Nee, nou, dat is inderdaad de constatering van, is het voldaan aan de wettelijk minimale vereisten? Of zeggen we, joh, we hebben het maximaal gedaan om zeg maar de omwonenden mee te nemen? Gemeente Hardenberg doet altijd meer. Want een inloop hoef je niet te doen. Prachtig. Doen wij altijd standaard. Ja. Om al aan de voorkant met mensen in gesprek te raken en zeggen, waar liggen de gevoeligheden? Past het binnen het stramien dat we er nog iets aanpassen? Want we zijn, mits binnen de mogelijkheden, zijn we altijd bereid om aan te passen. Maar wij doen altijd meer dan het minimum. Is er behoefte aan een tweede termijn? Niet? Spreekstuk of hamerstuk? Hamerstuk, prima. Dan gaat het als hamerstuk naar de raadsvergadering. Dan zijn wij bij agenda punt 8, vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, Lindeldijk 5, Radenwijk. En het gaat over legalisatie, zorgvoorziening. Wie kan ik dan? Meneer Jonkhans, meneer Rodemond, meneer Odenk. Meneer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. We lezen in het stuk dat de zorgfunctie wordt ondergebracht in de bestaande vergunde bebouwing. Maar we zien ook dat de termijn voor de overbrugging, dat die 4 jaar is. En dat komt ons eerlijk gezegd nogal lang voor. Waarom 4 jaar en kan het niet korter? Dank u wel, meneer Odenk. Dank u wel, voorzitter. Dat was een van mijn vragen. Even in zijn algemeenheid. Hè. Dit is weer zo'n verzoek om zeg maar, handhaving. Nou, we weten op een gegeven moment dat er altijd vanuit het college gekeken wordt om zaken zeg maar, te legaliseren. Het valt ons ook op dat zeg maar, als je het hebt over de legalisatie van units en chalets die zonder vergunning zijn gebouwd, via een tijdelijkse omgevingsvergunning zeg maar, nog eens een keer voor 4 jaar gefaciliteerd moet worden. En ook die 4 jaar die vinden wij gewoon... lang. En we zijn ook benieuwd van hoe vaak is er eigenlijk een verzoek geweest om handhaving. We vinden het toch wel jammer dat zeg maar, dit soort processen zich ontwikkelen. We krijgen er ook veel vragen over vanuit onze inwoners. En we zijn eigenlijk wel een beetje benieuwd van hoe zouden we dit nou naar de toekomst toe kunnen beperken. Is dit op een of andere manier te voorkomen en kan de wethouder ons dus meenemen hoe hier wat aan te doen. Dus op zich, het doel zeg maar, met dit bestemmingsplan en de zorg, dat snappen we allemaal. Maar de manier en de weg daar naartoe, daar hebben we toch al moeite mee. Dank u wel, meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Mijn vraag of meer opmerking misschien sluit een beetje aan bij de heer Odings zijn verhaal. Dan richt ik me met name even op de zienswijze.
Het lijkt een signaal te zijn dat er zorgen zijn bij inwoners in onze gemeente als het gaat om de komst of de reeds aanwezigheid van een zorgvoorziening in de eigen buurt. Daarbij zijn dus blijkbaar mensen in die buurt die zorgen hebben over wat zit er daar in die voorziening, wat komt er in mijn buurt, wat voor een effect heeft dat op mijn eigen woongenot of woonomgeving. En dat signaal kunnen we natuurlijk individueel steeds weer oppakken door te legaliseren zoals dit voorstel ook is. En ik sta er op zich wel open voor, maar ik wil toch graag eens een keer gaan kijken of wij vanuit deze raad dat signaal ook breder kunnen oppakken in deze gemeente om wat beter te communiceren met onze inwoners. Wat betreft in ieder geval deze zorgvoorzieningen dus nu in de buurt, want dat zal wel vaker gaan voorkomen. Tot zover. Dank u wel. Ik droom het woord aan de portefeuillehouder. Voorzitter, je kunt deze casus heel groot maken. Ja? En je kunt er ook heel, nou, laat ik het woord nuchter noemen, heel nuchter naar kijken. Toen wij deze situatie aantroffen zoals je was, dan is het eerste wat bij je binnenschiet is, hier moeten we handhaven tegen optreden. Want je kunt maar niet zo chalets in het buitengebied bouwen voor dit soort dingen. Ja? Laat dat helder zijn. Maar goed, je weet ook, zoals in dit land gebruikelijk is, er komt altijd de vraag, kunnen we dit legaliseren? Nou, we kunnen datgene wat daar staat, kunnen wij niet legaliseren. Wij denken nu niet, morgen niet en waarschijnlijk nooit niet. Ja, dus je gaat in gesprek. En dan in zo'n gesprek komt wel naar voren dat de ondernemer die daar zit in de tijd heel goed bereid is om, best bereid is om de situatie die er nu is eindig te maken en daar een situatie die wel vergunbaar is te gaan realiseren. Ja, en dan sta je voor de keus. Gaan we nu ingrijpen? Zetten we 12, 14, 16 mensen die toch niet zo makkelijk aan huisvesting komen, zetten we die op straat? Of doen we dat niet? Wij hebben de keuze gemaakt om dat niet te doen. En dan kom je met elkaar in gesprek over wat voor periode heb je dan nodig om de situatie die er nu is, om die te transformeren in een situatie die heel goed vergunbaar is. Nou, als je voor 18, plus minus 18 mensen woonruimte moet gaan bouwen, er is gewoon geld voor nodig. Ja, en dan moet ook vaak eerst nog even geld verdiend worden. Ja, want je krijgt ook vaak niet 100 of meer procenten gefinancierd. En we hebben daarin de keus gemaakt om de ondernemer daarin te faciliteren. Ja, en we hebben gezegd, ik ken ook wel voorbeelden waarvan we zeggen van nou, we beginnen wel vast met een bestemmingsplan. En dat, als dat dan heel lang duurt in de tijd, weet u ook, hè, dat staat ook nog wat vers in ons geheugen, dat er dan wel eens wat bij je weg kan lopen. Dus we hebben hiervoor gekozen om daar zeg maar iets van actief gedogen van te maken, zeg ik maar even. Hè. En de taal die we vroeger bezigden voor alle nieuwe wetgeving. Dus we hebben gezegd, laten we hier actief gedogen met een maximumperiode van 4 jaar, zodat de ondernemer 4 jaar de tijd krijgt om zijn zaak zo voor elkaar te maken zoals dat wenselijk is. Ja, en de omgeving, nou volgens mij is er maar één reactie gekomen, als ik goed geïnformeerd ben. Als ik het stuk net als u en de informatie die tot me gekomen is, er is maar één die heeft gereageerd. Ja, en nou, dat hebben we, en dat heeft u ook gezien, hebben we ook geprobeerd aan te geven, ja, hoe daar mee om te gaan. Ik bedoel, dat iemand het bezwaarlijk, meer of minder bezwaarlijk vindt dat dat in de buurt is, dat kan ik best begrijpen. Maar goed, ook voor dit soort organisaties hebben we gewoon plekken nodig. Hè? En de categorie mensen die daar wonen en daar dagbesteding hebben, en het gebied waarin het zich afspeelt, is een prima match. Ja, dit is gemiddeld niet de categorie die je in een hele prikkelrijke omgeving moet zetten. Dus ja, wij hebben de keus gemaakt dat het op die plek ons inziens heel, heel goed kan. Meneer Bak heeft een vraag of een opmerking. Dank u wel, voorzitter. Ging net even te snel door. Ik wil nog even terugkomen op die termijn van 4 jaar. U geeft aan, er moet ook eerst geld verdiend worden alvorens geïnvesteerd kan worden. Op zich denk ik dat dat een goede insteek is om te kijken van goh, hè, wat is er nodig voor die situatie. Maar die 4 jaar, is dat voldoende? Hè? Hebben jullie daar met elkaar ook naar gekeken? Heeft de onderneming daar ook inzicht in gegeven dat dat voldoende is? Want de vraag was net wel of het niet te veel is, of te kort is, of te lang is, maar is het ook niet te kort. Hè? Dus bieden we de ondernemer voldoende zekerheid om het in die 4 jaar ook te realiseren? En wat moet gedaan worden als hij het niet kan realiseren in die 4 jaar? Nou, goed. Ik kan me voorstellen dat een ondernemer altijd zou zeggen, doe maar 8 jaar.
Ja, en wij hebben het voorstel gedaan, wij willen je faciliteren, maar dan voor een periode van 4 jaar. Dat moet voldoende zijn. En daar is je in meegegaan. Kijk, daar moet je altijd druk op zetten. Laat dat gewoon helder zijn. Want ja, de situatie zoals die nu is, dat is voor de ondernemer in kwestie is dat ook best acceptabel. Dus hoe langer je daarvan gebruik kan maken, hoe mooi het is. Maar wij hebben ook naar de omgeving toe en ook naar andere partijen toe, we hebben er wel grenzen aan willen zetten. En als het na 4 jaar, als het niet gerealiseerd is allemaal, zullen we weer met elkaar in gesprek moeten. En dan kan er een situatie ontstaan dat je zegt, nou ja, nu moeten we toch gaan handhaven. Want u heeft onvoldoende inspanningen verricht om de situatie eindig te maken en om aan een structurele situatie te werken. Dus ja, het verhaal van D66 kan ik niet helemaal plaatsen. Dit komt vaker voor, dat mensen iets doen wat niet mag en dat je dat probeert achteraf te legaliseren. Behalve datgene wat niet te legaliseren valt, daar acteer je op. Maar deze viel wat ons betreft voorzitter. Prima te legaliseren. Mogelijk moet ik dan mijn vraag of opmerking wat beter duiden. Ik hoor vaker rondom zorgboerderijen. Nee, niet rondom. Dit soort dingen, dat mensen illegaal iets tot stand brengen, gebeurt vaker. Dat klopt. Ja. Mijn vraag ging over de zorgen die mensen hebben rondom zorgboerderijen. En dat zij ook bij vergunning aanvragen op voorhand al zorgen uiten in de buurt. Die zorgen die zijn ook tot mij gekomen en daarom ook deze vraag. Dit is een signaal, deze zienswijze, die breder gedeeld wordt. Misschien niet rondom dit specifieke geval, maar bij meerdere plekken. En daarom was mijn pleidooi, kunnen we niet beter met onze inwoners in gesprek gaan over de komst van dit soort voorzieningen. Omdat, wat u al zei, we hebben die ruimte wel nodig en mogelijk gaat het vaker voorkomen. Kijk, voorzitter, standaard is dat de initiatiefnemer zelf met de omgeving in gesprek gaat. En daar waar nodig zijn wij erbij aanwezig. Maar het is een initiatief van iemand die iets wil. Dus je gaat ook zelf de buurt daarmee in. En nou, als ik gewoon heel eerlijk ben, nou, misschien laat mijn geheugen mij in de steek. Maar wij hebben rondom zorggerelateerde zorgboerderijen in het buitengebied, hebben wij niet heel vaak, ik noem het maar even, gedoe. Is ook wel sterk afhankelijk van de doelgroep die daar zorg krijgt, die daar dagbesteding krijgt. Maar ik kan me nog niet heel veel van situaties herinneren die heel heftig zijn geweest daarin. Ja? Dus ja, misschien mis ik iets. Maar, ik constateer dat onze beelden verschillen. Ja, ja. Goed. Nou, 4 jaar heb ik gemotiveerd, voorzitter. Tijdelijke omgevingsvergunning, oftewel actief gedogen, heb ik aangegeven. Het verzoek om handhaving, dat was slechts één iemand die daar in de omgeving opmerking over maakte. Hebben ze goed mogen proberen te weerleggen. En wij hebben de wens dat daar een mooie zorgboerderij ontstaat waar mensen die heel moeilijk ergens anders terecht kunnen, daar straks een plek vinden en weer kunnen meedoen op hun niveau, ja, met hun vaardigheden die ze daar misschien kunnen ontwikkelen in onze samenleving. En vanuit die gedachte, ja, met daarin de ruimtelijke aspecten meegewogen, hebben wij dit besluit willen nemen. Voorzitter, misschien om een tweede termijn te voorkomen. Waar ik nog wel even mee zit, dat is ook wel een beetje in aansluiting op wat de heer Oding aangeeft, is van dat legaliseren geeft wel een bepaald signaal af richting de maatschappij. De ontstaande situatie geeft ermee een bepaald signaal af. En hoe kun je daar nu op een goede manier mee omgaan dat je niet het signaal afgeeft van, goh, u begint maar ergens mee. En uiteindelijk doen we toch alles wel aan om het te legaliseren. Ja, want dat is wel iets wat hier, nou goed, hè, het zou maar zo uitgelegd kunnen worden. En hoe zouden hoe zou de gemeente dat nou, op een betere manier kunnen doen, dat in ieder geval die suggestie niet gewekt zal worden. Want ik denk dat we daar met elkaar van het belang in zien. Want ik denk dat dit soort situaties echt wel gelegaliseerd kunnen worden. Maar het signaal dat je afgeeft, dat is een gevoelige. En wat zou je daaraan kunnen doen? Dat vind ik nog wel een interessante gedachte om eens over te hebben. Ja, dat vind ik ook een hele interessante. Kijk, mensen zijn natuurlijk, ja, die zoeken de grens op. En sommigen gaan daar wat gemakkelijker overheen. En kijk, en wat misschien jullie niet altijd zien, is dat er ook in situaties zijn die we niet kunnen legaliseren, waar tegen opgetreden worden. We hebben wel een paar heftige gehad, die heeft u ook vast wel meegekregen, maar er zijn ook situaties zat waarin de minder geschikt wordt dat ze stoppen met een activiteit. Of dat ze de bouw niet afmaken, of dat ze af moeten breken. Dat gebeurt ook, krijgt wat minder aandacht omdat het hier vaak niet op de agenda komt.
Maar ja, goed, aan de andere kant, ja, als ik kijk hoe vaak dit voorkomt, dan denk ik, het valt wat mij betreft, valt dat nog wel mee. Je hebt er elk jaar heb je er een serie, dat klopt. Ja, maar we zijn een grote gemeente, we hebben heel veel activiteiten. Ja, en ik vind het toch een groot goed dat we in dit land niet gelijk met de botte bijl erin gaan, maar dat we ons eerst netjes afvragen, kunnen we dit wel of niet legaliseren. En hoe je dit moet communiceren. Ja, wij zeggen altijd tegen mensen, kom nu aan de voorkant naar de gemeente toe, zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. En wij zijn hier niet van, dit kan niet. En als iets niet kan, proberen we altijd te kijken van, wat kan dan wel? Ja, daar hebben we denk ik ook wel een beetje naam in opgebouwd. Dus vanuit die kant zou je het zo moeten bekijken van, nou zouden mensen eigenlijk niks illegaals hoeven doen. Want als ze bij ons komen, komen we altijd, misschien niet precies naar de wens van de klant eruit, maar we komen er in de regel wel goed uit. Behalve in zaken wat echt niet kan. Dus ja, vanaf die kant denk ik van, er zou minder illegale activiteiten gestart moeten worden. En dan illegaal klinkt heel zwaar. Ja. Maar goed, je ziet toch dat ook niet zo werkt. Mensen beginnen soms uit idealisme ergens aan. Meneer Jonkhans had ook nog een aanvullende vraag hierop. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zitten ook een beetje met de aantal verkeersbewegingen. En dan denk ik even aan discussies die we hier wel eens hebben gehad over VAPS. En zeiden we van, nou, je mag eigenlijk aan de buitenkant niet zien dat er een bedrijf in zit. En eigenlijk mag je dat ook aan de verkeersbewegingen niet zien. Nou, als ik dan zie dat de huidige locatie heeft gewoon een woonbestemming, wat heel iets anders is dan een agrarisch bedrijf waar je accepteert dat daar veel verkeersbewegingen zijn, dus zou je hem nog wat lager moeten zetten. Als je dan kijkt dat er 16 eenheden zijn met dagbesteding erbij, ben ik toch wel erg benieuwd hoeveel verkeersbewegingen dat gaat opleveren. Ter plaatse ben ik bekend, de weg is niet al te breed, dus ik kan me de zorg over gevaarlijke toestanden door toegenomen verkeersbeweging, kan ik me goed voorstellen. Ja. Nee, maar dat daar zorg over is, dat snap ik wel. Maar als je, volgens mij hebben we een inschatting gemaakt van 20 verkeersbewegingen. 20 per dag. Ja, sommige mensen komen ook in groepen en die komen niet in hun eentje. Maar staat dat niet in het stuk ergens, 20 verkeersbewegingen? Kijk ook even naar de ondersteuning op de tribune. Ja, volgens mij staat er ergens in het stuk dat er een aanname is gemaakt van 20 verkeersbewegingen per etmaal. En dat kan dat gebied volgens ons prima hebben. Kijk, we hebben in al andere gebieden hebben kinderopvang in vrijkomende agrarische gebouwen. Nou, waar 24 kinderen zitten. Nou, weet je één ding zeker, geeft 48 verkeersbewegingen minimaal. Ja. Dus ja, het is geen zwaar verkeer. Het is personenverkeer. Dat speelt ook altijd mee. Vind je dit een grote verkeersaantrekkende beweging? Ja, als er vroeger 2 bewegingen waren, nu 20, is het relatief een hele grote. Maar in absolute zin niet. Dus we kijken er altijd naar, maar het is niet zo dat het in deze bij ons opviel dat we zeiden, nou hier zouden we echt tegen moeten zijn vanwege enorme hoeveelheid verkeer. Oké, dank u wel. Behoefte aan een tweede termijn zal er niet zijn, schat ik in. Nee. Spreekstuk of hamerstuk? Hamer. Ik hoor hamer en ik hoor bespreek. Zei u, meneer, zei u hamerstuk? Hamerstuk, prima. Dan zijn we bij punt 9 van de agenda, dat is de rondvraag. Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag? Nee, dan dank ik u voor uw aanwezigheid, uw inbreng en ik wens u nog een prettige avond.